It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesso en welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Chesso, en vandaag gaan we old school Call of Duty Ghost spelen. En ja, ik heb dit weekend even met Roy, Gel, Edwin en Alex en Melvin, als ik goed zeg, ik weet niet, hebben we even op camps gehunt. En het ging eigenlijk wel goed, dus vandaar dat ik het ging opnemen. Dus we gaan even kijken wat we kunnen gaan doen. Ik ben in ieder geval met IED zo te zien, dat is weer een minder dingetje. Maar als we daar even op letten, kan het wel eens een leuk potje gaan worden. Dus, ik speel met de scavenger. Hoe noem je dat? Specialist. Score streaks. En natuurlijk met de Honey Badger als wapen. Ik denk dat je dat al had gezien. Dat weet maar nooit. Gaan we gewoon proberen. Misschien dat het voor diegene gewoon lukt. Ah nee, kut. Ik wou zeggen om een camp strijk te droppen. Maar je weet het nooit. Oh, en er wordt gepelliknijfd. Lekker dan. Nou, dan moet dat soort bullshit niet gebeuren natuurlijk. Dan moet ik ook geen ID's tegenkomen. Kijk, die zo druk. Ah, kut. Hij lag achter statue. Ah. Maar dan hebben we nog wel eens een grote kans dat we natuurlijk iets kunnen gaan doen. Oh, en hij heeft echt, of ik heb geluk. En hij heeft geen geluk. Er zit één in. Oh, wait. Oh nee, hij heeft me ook. Met een Vector, ja, dat is logisch. Vector is ook wel OP, maar voor een campstrijd vind ik het toch niet. Roadkill, oh, ook weer geflasht. Zit er daarin. Komt hij weer met Vector aan jou, hoor. Ach, ach, ach. Gaat niet al te snel. En als jullie de Black Ops 3 trailer hebben gezien, weet je ook dat waarschijnlijk de helft net zoveel gaat zijn als een Ghost. Zo leek het in ieder geval op de trailer video. Kijk hem campen, jongen. Tanks team, dat je me even Joep daar zo. Oh, Joep! Hoho! Oké, let's go. Die hebben we ook. Ik zit echt de sound te horen als een motherfucker. Dat kan natuurlijk in het spel als je Amplify en Dead Silence aan hebt staan. Oké, er komt één achter me aan. Teammate gooit dan een IED in. Even hier een kijkje nemen. We zijn eigenlijk een soort van trap op dit moment. Friendly SATCOM active. Dan hebben we ook zo'n turret. Dus daar moeten we ook even uitkijken. Er zijn meerdere dingen waar we moeten. Nee! Oh, ik heb turned. Ik wou zeggen, er zijn meerdere dingen waar we op moeten gaan letten dadelijk. We hebben al een streakje. We moeten geen gekke dingen doen. Zoals dat dus. Het potje gaat ook wel snel voorbij. Maakt niet uit. Ah nee, kut. Kijk hem campen. Oh, wat een viezerik zeg. Ah, dat is echt zo zuur dit. Jee, die Hogeland. Het is in Nederland. Kijk maar naar die naam. Ach, ach, jongen toch. Wat ben je aan het doen? Je ligt stil in een fucking... Wat is het? Een gang of iets? Zo zuur dat?
Ja, nu heb ik het jammer, jongen. Ik kan Bless shoot of hoe dat ik weet in het spel. We gaan echt lekker. Huppakee, kijk eens aan. Ah, shit, man. Ja, nu zit hij daar weer te campen. Of zat hij daar te campen. Ik heb hem gekild natuurlijk. Mijn rug zit er ook in. Eerst even hem oppakken. Jammer, jongen. Hij mes. Nee, wat? Hoe kon hij me nog killen zonder achter? Let op. Ah, dit is zo jammer, hè. Dit soort dingetjes verneuken dus voor mij deze game gewoon een beetje. Dat is mijn mening, hoor. Huppakee, je hebt het ook nog even geoond. Potjes bijna afgelopen nog. 3 kills. Oh, wauw. Ik had al gehit door die... Doe je dat ding door die granaat die daar viel? En dan nog 1 kill. En we hebben gewonnen, jongens. Mocht je genoten hebben met dit potje, laat als je iets voor blauw duimpje omhoog achter. Deze week komt er nog een GOAT video online. Gewoon simpelweg omdat het een best wel leuke game is, vind ik tot nu toe. Maar, in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hoop ik jullie leuk te zien bij een andere video van morgen of over een paar dagen. Dus jongens, abonneer voor meer. En tot de volgende keer, mensen. Later!